Laat me zeggen dat het in de periode van contractarbeid zelf, ze het heel moeilijk hebben gehad. En dat beschouwden ze ook als een soort gevangenisperiode. Op 5 juni 1873 meerde het schip de La Roque aan in Suriname. Op deze datum kwamen ook de eerste 399 Indiase contractarbeiders naar dit land. In de daaropvolgende 43 jaar kwamen er nog zeker 34.000 Hindustanen naar Suriname. Waarom zijn deze Hindustaanse contractarbeiders naar Suriname gekomen en hoe is het hun vergaan? In 1872 werd een traktaat gesloten met de Engelse regering. Dit werd in Engeland ondertekend door koningin Victoria op 10 februari 1872. Koning Willem III bekrachtigde het 6 dagen later. Op 5 juni 1873 arriveerde het eerste schip met Brits-Indische contractanten, de La La Roque, in Suriname te Fort Nieuw-Amsterdam. Van 5 juni 1873... tot en met 1916, toen het laatste schip is gearriveerd, hebben we zo'n 34.304 immigranten uit India gekregen, die rechtstreeks zijn gekomen uit Calcutta. Tussen 1868 en 1873 waren er reeds Hindustaanse contractarbeiders aangetrokken voor het harde werk op de plantages, met name uit het Caribisch gebied. Namelijk uit Guyana, Sint Lucia en nog een paar kleine eilanden waar zij hun contract hadden uitgediend. En zijn in kleine aantallen gekomen, samen met andere immigranten, dat zijn de zogenaamde immigranten uit Brits West-Indië. Dus tussen 1868 en 1873 hebben we, voor zover ik me herinner, 126 of 128 personen gekomen, waarvan nog wat mensen in nakomelingen in leven zijn. In de periode 1896 tot ongeveer 1926, zo'n 2600 immigranten uit Brits-Guyana zijn gekomen. Het gaat ook om mensen die daar hun contract hadden uitgediend en ze hadden besloten om naar Suriname te gaan om zich hier te vestigen. Dus al met al gaat het om een iets grotere groep dan die 34.000 die rechtstreeks uit India waren gekomen. Het aanwervingscentrum van het koloniaal bestuur was in Calcutta, de hoofdstad van de Bengalen. Het voornaamste wervingsterrein waren de United Provinces, tegenwoordig Uttar Pradesh en West-Bihar, in de Gangesvlakte van Noord-India. Deze streken behoren tot de dichtstbevolkte gebieden ter wereld met weinig bestaansmogelijkheden dan de landbouw. De mensen leefden in geweldige armoede en heel veel mensen leefden echt op de rand van leven en dood. En wanneer er bijvoorbeeld een zware droogte was of hevige regenval, dan gingen miljoenen mensen dood. En om hun levensomstandigheden te verbeteren, migreerden mensen. En dat gebeurde al eeuwen in India. Dan gingen ze van ene gebied naar een ander gebied om werk te zoeken of zich elders te vestigen. Na
Na de afschaffing van de slavernij waren de Hindoestanen van groot belang voor de plantages. Het gat van de weggetrokken slaven moest immers gevuld worden. In die periode, toen de immigranten naar Suriname zijn gekomen, dat er massaal arbeiders werden geworven voor kolonies in de tropen. In het begin ging het alleen maar om Britse koloniën, als Brits-Guyana, Trinidad, Jamaica, maar ook Mauritius. Er zijn heel veel migranten daar naartoe gebracht. En in die periode heeft Nederland ook toestemming aan de Engelsen gevraagd om mensen te mogen werven. En zo zijn ze dan ook hier naartoe gebracht. De Hindoestanen tekenden een contract van 5 jaren. Ze waren verplicht 5 jaren op de plantage te werken. Als de contractperiode van 5 jaar achter de rug was, waren de contractanten vrij om weer terug te keren naar India. Daarvoor hoefden ze niet te betalen. Toch is ongeveer 60% van ze in Suriname gebleven. Zo ongeveer 1/3 deel van het totaal van die 34.000. Zo'n dag 12.000, zoveel, is teruggekeerd. En nu kun je zeggen van, waarom zijn niet allemaal teruggekeerd? Waarom een deel teruggekeerd? Dan is het antwoord daarop dat de mensen in eerste instantie zijn gekomen om hier geld te verdienen. Ze hadden daar hun gezin achtergelaten. Sommigen hadden hun vrouw en kinderen achtergelaten. En waren jonge mensen die dan ook hun ouders, broers, zusters en ouders hadden achtergelaten. En de bedoeling was dat ze regelmatig ook geld naar India zouden sturen. Niet iedereen lukte dat. En nadat men hier had gewerkt en wat had gespaard, ging een deel terug. Het grootste deel is hier gebleven, omdat men in Suriname en ook in Guyana en Trinidad, dus het land van bestemming, ze intussen een nieuw leven hadden opgebouwd. En dat ze een nieuw gezin hadden gesticht. Want 5 jaar lang zonder vrouw is een beetje moeilijk. Dus de meeste jonge mannen hadden hier ook een vrouw gevonden, hebben een nieuw gezin gesticht en dan was het moeilijker om terug te gaan. Dat is in feite de belangrijkste reden waarom de meesten niet zijn teruggegaan. In de periode van contractarbeid was het heel moeilijk voor de Hindoestanen. De voorzieningen waren vaak heel slecht, vooral in de eerste paar jaren. Dat beschouwden ze ook als een soort gevangenisperiode. Ze waren gebonden, ze waren niet vrij. Ze mochten de plantage niet verlaten, moesten daar blijven. En hun lonen waren ook niet al te geweldig. Alleen sommigen die heel erg hard werkten en veel konden produceren, die maakten hogere lonen dan de anderen. Al voor de emancipatie in 1863 waren er een aantal pogingen gedaan tot kleine landbouw. In 1845 vestigde een aantal kleine Nederlanders zich in Saramacca. Deze hadden weinig succes. In 1853 arriveerden een aantal Chinezen, maar ook zij slaagden niet. In 1873 begon men. De contractanten werden te werk gesteld op verschillende plantages. En de meeste plantages waren suikerplantages, maar waren ook koffie en katoen. Later ook cacao-plantages, dus het ging in feite om plantagearbeid. Na de 5 jaar van contract kon men zijn contract verlengen van 1 jaar tot maximum 5 jaar. Of men ging terug en een derde mogelijkheid was om zich hier te vestigen. En degene die zich hier wilde vestigen, hebben op een bepaald moment van de overheid gelegenheid gekregen om een stukje grond
te krijgen om landbouw uit te oefenen. En dan zien we dat in de districten komen wijnen. En in die tijd was het district Suriname, dat is huidige Wanica en Para gezamenlijk. Later in Saramaca. En niet te vergeten in Nikeri, heel veel mensen zich na hun contracttijd hebben gevestigd. En dat heeft gemaakt dat na de contractperiode de kleinlandbouw in deze gebieden ging bloeien. Want doordat die mensen zich daar hebben gevestigd, hebben ze producten verbouwd in grotere aantallen. Producten die men hier nodig had om de bevolking te voorzien in voedsel. En een van de geweldige bijdragen is geweest dat de immigranten op grote schaal rijst gingen verbouwen. Ik wil heel uitdrukkelijk stellen dat rijst niet door hen is gebracht naar Suriname. Dat was er al tijdens de slaventijd. Maar hun voornaamste voeding was rijst en dat werd geïmporteerd. En tegen heel hoge prijzen. Dus voor hen was het heel voordelig om zelf rijst te gaan planten. Wat ze nodig hadden, hielden ze voor zich, voor het gezin. En als ze het op de markt konden verkopen, dan bracht het ook heel veel geld op. Dus zij hebben op heel grote schaal rijst verbouwd. Met name wat wij noemen natte rijstbouw. Dat is dus in swampen die onder water moeten gebracht worden. In de zaaiperiode en de groeiperiode. En in de oogstperiode moet het droog zijn. Dus dat heet natte rijstbouw. Later trokken de kleinhandel en de ambacht ook de aandacht van de Hindustanen in. Gedurende lange tijd was hun bestaan kleinlandbouw. Maar heel langzaamaan zien we dat ze ook in de handel gaan. Kleine winkeltjes opzetten. Of in de district heb je mensen die de goederen opkopen. En die gaan verkopen in de stad. Dat zijn tussenhandelaren. In de stad heb je ook mensen. Toen had je weinig auto's. Geen vrachtauto's. Dan had je karren. Kar. Ezelkar. Burkiwagi. En daarmee verdienden ze ook hun brood. Veeteelt, alle boeren waren ook tegelijk kleine veehouders, want ze hadden koeien of ze hadden schapen, geiten en niet te vergeten doksen en kippen. En ze voorzagen de lokale markt, met name Paramaribo, van de nodige voeding. En wat zij ook hebben gedaan in de beginperiode van hun vestiging, zeker 30, 40 jaar lang of langer zelf, is dat zij houtskool gingen leveren aan Paramaribo. Want de meeste mensen kookten toen niet op gas. Iedereen kookte op kolpatu. Dat was ook een belangrijke inkomstenbron voor hen. Als we kijken naar de periode na 1945, hebben de Hindustanen zich op vele gebieden sterk ontwikkeld. Maar veel later, na de Tweede Wereldoorlog, zien we dat ze zich op grote schaal uit de landbouw wegtrekken. Omdat intussen de kleinlandbouw niet meer lonend was voor hen. Er waren andere beroepen waarnaar men uitkeek. Ze wilden ook politieman worden, ze wilden ook onderwijzer worden, of boekhouder worden, of verpleegster worden. Dus dan gaan ze hun kinderen naar school sturen. En na de Tweede Wereldoorlog is ook het onderwijs voor hen toegankelijker gemaakt dan voorheen. En dan zien we verder nog in de jaren 70, 80 dat ze ook in de ambtenarij gaan. Maar in de loop der tijden zien we dat er werkloosheid is. En dan gaat men bij een andere werken. En de overheid is geleidelijk aan de grootste werkgever geworden. En willen ze ook in de ambtenarij. En zo zien we dat zij tegenwoordig in alle beroepen te vinden zijn.
De Hindustanen hebben een positieve stempel gezet in de geschiedenis van Suriname. Vanaf aankomst in Suriname hebben ze niet alleen hunzelf ontwikkeld, maar ook de economie van het land. Na 5 jaar als contractarbeiders in dienst geweest te zijn, hebben ze besloten zich als vrije boeren in Suriname te vestigen. Velen hadden bezittingen die ze niet wilden achterlaten. Sommigen waren niet zeker van een gunstige toekomst in India. Anderen voelden zich al thuis in Suriname. Kortom, ze zijn in Suriname en hebben zich zeer snel ontwikkeld. Dit was de eerste aflevering van 145, het verleden, het heden en de toekomst. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben Cheryl van Eer, tot dan.